Oh, maar jongens, morgen wordt die gepresenteerd, hè? De nieuwe iPhone. De nieuwe iPhone! De iPhone 5. Nou, hebben we daarop zitten wachten? Nee. Precies. Maar ja, mensen willen hem toch als eerste hebben. Ik wil hem als eerste. Zitten ze met slaapzakken voor de deur. Midden in de nacht in de kou. Echt, ja, tenzij op die oude iPhone, die iPhone 4. Maar die is prehistorisch. He, als daar een warmhout-app op zit, dat zou wel leuk zijn, hè? Ik ben blij dat ik het warm-app. Nee, maar jongens, kom op. Doe even normaal. Doe zelf normaal, joh. Doe zelf normaal, joh. Het is toch zo. Mensen hebben het alleen maar over die telefoons. En die telefoons zijn gemaakt, laten we eerlijk wezen, om mensen bij elkaar te brengen. Bij elkaar te brengen. Maar dat gebeurt niet, hè? Hij staat tussen ons in. En dat is jammer. Dus ik heb net in de kleedkamer een rap-app geschreven. Een app-rap, moet ik zeggen. En die ga ik nu voor jullie zingen. Komt-ie, even een beat, jongens. iPhone. Ike. Je weet toch, je weet toch, je weet wat het geval is. Yeah. Ik ben veel te druk, ik heb een app voor alles. Een app voor slaap, een app om mee te rennen. Een app, kan ik mijn vrouwtje goed verwennen. Een app die alles omrekent naar alle soorten maten. Een app die me waarschuwt voor die kleren koolhydraten. Een app voor als ik wakker word, die verklaart mijn dromen. Maar is er ook een app om van je iPhone af te komen? Yeah. iPhone.